Ik ben André de Vries. Welkom bij Man bij het Hond. Na de ster. Niet daar, Henk. Nee, kan echt niet, George. Zit in zo'n workshop. Dope zaak, man. Vreemde figuren op in de High Society. Next level. Gruwelijk. Dat hebben ze toch wel gezien. Gefeliciteerd met die fantastische aankoop. Goed, u gaan naar elke zaak, alsjeblieft. Sorry, maar ik moet prioriteiten stellen. 100% onmisbaar. Vanwege het feit dat Dick van Leeuwarde er nooit een geheim van heeft gemaakt homoseksueel te zijn. Grote bazen die in hun eigen bedrijf op onderzoek uitgaan. Ze verruilen hun maatpakken voor overals en hun gouden klokken voor de prikklok. Nieuw bij Veronica. En ik zat daar, dus het lijkt me duidelijk dat die de dader zat. Dan wachten jullie nog op. Even hier opzoeken. Ook Nienke biedt graag een helpende hand en is niet te beroerd een paar mooie plaatjes te schieten. Ik vind helemaal niks. Is dat alles? Af die de haarprothese. Zo. Nou, goed gezien. Ja, ik wil naar die röntgenfoto, moet toen meteen gemaakt worden. Ja, maar waar is die dan? Mag ik verder? Ik heb wat meer patiënten. Ik wijs u wel de weg hoor, meneer. Gaat lekker, hè? Tada! Goed werk hoor, nou bij jou. Kom je nog eens ergens? Hallo. Niet iedereen houdt zich aan deze regels. Bert bijvoorbeeld verhuurt zijn woning door aan Joost. Ik zie ernaar uit, dank u wel. Dag. Hallo. Ik weet zeker dat we tot een oplossing kunnen komen. Wie weet, meneer Sanders, wie weet. Hoe komt die man hier binnen? Ik zeg dat die familie. Dank u wel. Kan ik je ergens mee helpen? Zo, dat is de laatste. 22, ja hoor. Want een heer heeft alle tijd. Ja. Om elkaar af te zeiken, ja. Al die buitenlanders het land uit. En de zaak is toch opgelost? Tegen de heer Egging luidt als volgt. Het coördineren van grootschalige productie van het Parool in Utrecht. Je wilde me spreken. Doen we het hier of wil je mij naar binnen? Talen. Heb je seks met haar gehad? Zit op een rotplek, hè? Dat geeft niet. Ik wil er vanaf. Hallo, ik ben Jeff. Ja, dan maar afvallen, maar ja, hoe? Afvallen dus. Maar eerlijk gezegd was ik het alweer een klein beetje vergeten. Wat is nu de bedoeling? Want ik ga toch niet meedoen hoor, met het programma als je daarvoor belt. En ik speel de vader van Sal. Ophouden nou, jongen. Moet het om vanmiddag het geld nog over te maken? Ja hoor, dat komt helemaal goed. Hier is Dave, ouwe. Ik en mijn mat, die zijn er altijd bij. Het loopt mijn foto's naar mijn flikker. Ik ben dikker dan je 52 jaar. En die vrouw die hem gekocht heeft, die was van de dierenpartij en die vond dat wel alles hebben, maar niet die eikhoorn. Zelfs niet als je maar even weggaat, want inbrekers zijn binnen 10 seconden binnen. 100% onmisbaar. Hij komt er wel! Ha